Goedemiddag jongens en meisjes, dames en heren. Welkom bij weer een nieuw raadsel van de dag. Het is nog steeds schitterend weer. Het is wel erg droog trouwens. Ik zit er wel lekker in de tuin. Goed voor mijn zonnepanelen, dat wel. Maar ik hoop dat er binnenkort toch wel een klein beetje regen gaat vallen. Er staat wel veel wind trouwens, dus ik hoop dat het geluid een beetje goed doorkomt. Vorige week vrijdag hebben we de quiz gespeeld. Ja, het was een leuke quiz. Alleen er was een hacker in de quiz. En het hacken van een Kahoot is op zich niet heel moeilijk, maar gewoon heel flauw natuurlijk om te doen. Dus dat ging helaas niet goed. Voor deze week doen we het op een andere manier. Daarover vertel ik zometeen wel even meer. Maar het gaat hier natuurlijk vandaag om het raadsel. Ik had een raadsel opgegeven en die kwam vrijdag vanuit het baken zelf. En dat raadsel dat ging als volgt. Als je een dier voor een van de werelddelen plaatst, dan krijg je een etenswaar. En wat is het? Nou ja, als je even de werelddelen had opgezocht, er zijn niet zo heel veel werelddelen natuurlijk, dan had je kunnen komen op Azië. En als je een dier erbij had gezocht en dat dier voor Azië had gezet. En je had het antwoord spin gevonden, dan had je spinazie. Spinazie zou het dus moeten worden. Nou, waarschijnlijk hebben we heel veel die oplossing wel gevonden. Proficiat, hartstikke goed. Wij gaan even naar het raadsel van vandaag. Ik heb een tortje op mijn laptop, zie ik. Zo, nou is hij weg. En het raadsel van vandaag gaat als volgt. Er staat boven vissen. Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen deze mee naar huis. Ze verliezen geen vis, maar toch komen ze maar met drie vissen thuis. Hoe is dit mogelijk? Nou, heb je de raadsel niet helemaal meegekregen, dan kun je hem natuurlijk in de beschrijving bij deze video nog even teruglezen. Ik wens jullie veel succes met het oplossen van dit raadsel. Morgen kom ik terug met een nieuw raadsel en de oplossing van het raadsel van vandaag. Ik zei aan het begin van deze video dat ik nog even terugkom op het spelen van de live Kahoot quiz op vrijdagavond. Deze week gaan we natuurlijk, we laten ons niet uit het veld slaan, dus deze week gaan wij gewoon weer een quiz doen. Maar we doen het even op een andere manier. Dus we stellen de YouTube-stream niet meer beschikbaar voor iedereen. Je kunt dus me alleen maar meedoen meer als je de link naar de YouTube-video hebt. En die krijgen de leerlingen van het baken via meester Oene in de mail. En als je nou mee wil doen, maar je zit niet op het baken, want die spelers zijn er ook. Die kunnen de link vinden in mijn YouTube-video Raadsel van de Dag op vrijdag. Dus via die link kom je dan bij de livestream van YouTube en kun je gewoon eigenlijk net als voorgaande keren meespelen. Ik hoop dat het op die manier wel lukt en dan kan niet meer iedereen erin. Dus de hackers hou je daarmee ook buiten de deur. Dat maakt het voor iedereen leuker natuurlijk. Dus we hopen op een goede opkomst qua deelname natuurlijk vrijdag. En voor de rest wens ik jullie succes met het oplossen van het raadsel en graag tot morgen.